Staatsolie en het Braziliaanse Petrobras ondertekenden op 26 september 2024 een Memorandum of Understanding om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen op gebieden zoals olie- en gasexploratie, koolstofafvang en hernieuwbare energie. Staatsolie wil met behulp van Petrobras expertise de Surinaamse energieindustrie verduurzamen en bijdragen aan regionale energiezekerheid. Petrobras, een wereldleider in olie- en gasproductie, is vooral bekend om zijn expertise in offshore exploratie. Na intern onderzoek bevestigde de Surinaamse immigratiedienst dat hun werkwijze voldoet aan internationale veiligheidsnormen. Op 3 augustus 2024 werd passagier Chaudhry Navankar op basis van een melding van het JRCC extra gecontroleerd bij aankomst in Suriname. JRCC staat voor Joint Regional Communication Center, een regionaal orgaan dat zich onder andere bezighoudt met passagiersinformatie. Het onderzoek wees uit dat Navankar niet de vereiste documenten bij zich had en zich opstandig gedroeg. Na het kopen van een retourticket werd hij toegelaten. Het directoraat Nationale Veiligheid benadrukt dat alle procedures correct en volgens protocollen zijn gevolgd, zonder onrechtmatige behandeling. De Maritieme Autoriteit Suriname MAS en de United Kingdom Hydrographic Office UKHO hebben in augustus 2024 een overeenkomst getekend om hydrografische gegevens uit te wisselen. Van 15 tot 17 september bezocht een UKHO-delegatie de MAS ter voorbereiding van het Multi-Beam Project, waarbij apparatuur wordt geleverd en personeel wordt opgeleid om rivier- en zeebodems in kaart te brengen middels het sonarsysteem.